Goedemorgen. Ik praat een beetje zacht, want Wessel zit in zijn kamer. Die heeft online les, want die is naar huis gestuurd vanwege corona. Een heleboel rommel op de achtergrond, maar ik ben bezig met de was. Maar eerst, dit is trouwens mijn... Ja, je wilt niet zien, maar dit heb ik ook al in model gefeund. Het blijft alleen niet zitten. Misschien dat ik er wel een krul in gooi. Ik heb iets besteld bij Easy Paris. Dat was een Black Friday aanbieding. Omdat ik het gewoon graag wilde proberen. Als eerste heb ik de It Illuminating CC Cream in de kleur Light. Dan heb ik de Bye Bye Under Eyes in de kleur Light. En ik heb de Bye Bye Pores Poeder Transparant. Hier liggen trouwens al mijn everyday dingen. Wat ik heel leuk vind, is dat ik een Miss Dior dingetje erbij kreeg. Dus die ga ik echt proberen. Ik ben heel benieuwd. Wat kreeg ik nog meer erbij? Iets van Sisley, van een dagcreme. Nou, die probeer ik ook wel. En dan iets van Mario Badescu. Ja, die kan daarheen. Ik heb tegenwoordig een bril op mijn make-up tafel. Dan kan ik dat lezen. Dit is een AHA Botanical Body Soap. Dus die gaat naar de badkamer. Ik ben aan het filmen. Ja, hoi. Hoi. Ben je klaar met school? Nog lang niet. Oh, relax. Ik heb... Ja, dat is anders, want het is zo in zijn onderbroek. Dat is ook niet leuk. Ik heb... even... Ja, beter. Dagverzorging op. Ik heb een primer op. Dat is deze Anti-Red van Catrice. We gaan het zien. Ik heb natuurlijk een beetje gespiekt gisteren. De kleur ben ik niet helemaal... Ik gooi altijd gewoon al mijn karton daar neer. Ik ben over de kleur niet helemaal zeker. Maar... We gaan kijken. Twee pompjes. Ik zal even laten zien op mijn hand. Ja, de kleur lijkt wel. Ja, het smeert heel goed uit. Zo. Nou, ja, ik ga gewoon maar een beetje dotten. En de reden waarom ik dan zo tegen Wessel zeg dat ik aan het filmen ben, is omdat hij gewoon niet op de film wil. En dat moet je respecteren, maar dan vind ik ook dat hij dat moet weten voordat hij ineens, zeg maar, in zijn onderbroekje mijn slaapkamer binnen bonjourt. Wij zijn op zich niet zo heel preuts hier. Tenminste, Wessel wel, maar wij niet. Ik moet zeggen dat die kleur goed blendt. Ik heb gewoon stijlfutloos haar. Dat geeft een mooie glow op mijn gezicht. Het dekt ook echt wel een beetje die vlek. Ja, dat hou ik toch altijd. Niet vervelend. Ik weet het niet heel zeker van de kleur. Ik denk dat ik een kleur lichter moet hebben. Maar goed, deze maak ik wel op. Dan doe ik er gewoon iets lichters bij. Ik heb een hele lichte Fit For Me. Dus die doe ik er dan gewoon bij. Ik
of van True Skin. Maar, nou, dit is niet vervelend hoor. Hij is wel te donker, hè? Ik ga eens even... Nee. Ik heb een puist hier. Ik heb een cleansing mask of zo gebruikt. En een enorme puist naast mijn neus. Oh. Tja. Wat vind ik ervan? Ik ben hier... De kleur is misschien een beetje dat je denkt... Maar ik ben er wel veel blijer mee dan met die elf. Sissy Cream. Dat was echt een drama. De Bye Bye Under Eyes. Het is heel dik. Ik weet niet of ik dat heel fijn vind. En dat is dan ook de kleur light, maar dan ineens heel licht. Heel licht. Jeetje. Oké, ik vind dit niet mooi. Dit is heel licht. Een beetje proberen weg te krijgen. Is het net zo van die raccoon eyes, hè, joh? Ik moet dan zeggen dat ik dan liever, weet je, de peachy kleur heb. Gewoon die blauwe opheft en dan is het klaar. Kijk, dit is al veel beter. Nog steeds wel bleek bij mijn ogen, maar veel beter. Oké, dan doen we de Bye Bye Pores. Ja, dat is met die matzwarte verpakkingen. Die worden heel snel fel. Er zit een sponsje bij. En dit is zo'n... sponsje wat ook bij de L'Oreal Infallible Poeder Foundation zit. Dus dat doet mij te denken dat dit ook een soort poeder foundation is. Maar ik pak mijn Essence puffje met een haar aan. En ik ga even dit zo afpoederen. Gewoon enkel. Het is heel mat, maar het wordt helemaal geblurred. Maar heel mat. Dan pak ik mijn L'Oreal Illuminating Poeder. Voor de rest. Ik hou van een gezet gezicht. Want ik hou er niet van als ik de hele dag plakkerig aanvoel, zeg maar. Alsof je loopt te zweten, weet je wel. Ik vind dat niks. Dit is een light layer brush van Real Techniques. Nou, eens kijken. Ja, het blurt echt wel, die poeder. Eerlijk is eerlijk. Die concealer weet ik niet. Ik vind hem te licht, denk ik. Zeker in verhouding tot de foundation. Nou goed. CC Cream, ook goed. Daar ben ik overigens, die vind ik echt heel fijn. Het ziet er heel mooi natuurlijk uit. Het geeft een mooie glow. Het ziet er niet cakey uit op mijn toch 48-jarige huid.
Ik zal nog eens even van dichtbij bekijken. Ja, weet je, textuur heb je altijd. Hier heb ik het niet goed geblend, zie ik. Nee, dat is... Die neus doet altijd een beetje raar. Met de poeder die er nog op dat Essence pufje zat, poeder ik dat ook een beetje zo. Zo, beter, beter. Wat vind ik ervan? Ja. Kijk, textuur heb ik altijd. Poriën heb ik niet. Ja, die heeft iedereen, laten we eerlijk zijn. En zeker als je wat ouder bent. Ik vind de textuur ook niet erg. Dat mag je best zien. Ik bedoel, het is niet poep, want ik ben geen 21. Kijk maar, hier word ik ook helemaal grijs. Al die lichte plukken, dat is niet blond. Dat is gewoon grijs. Ja, voor herhaling vatbaar. Even een paar dagen proberen. Concealer weet ik niet. Ik denk dat ik dan minder moet proberen. Een stukje koek tussen mijn tanden. Maar goed. CC cream vooral doen. Concealer weet ik niet. Ik vind het nog steeds wel heel erg licht. Camera lijkt het lichter dan het is. De poeder, top. Het blurt echt en het voelt heel smooth. Ja. Nou, dat was hem. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.